Hi, ben jij tijdens de open huizendag tegen je droomhuis aangelopen? Ik ben Simone en ik ga een aantal tips geven voor de aankoop van je woning. Ben je een starter, dan kan het lastig zijn om zelf je eerste huis te kopen en de hypotheek rond te krijgen. Dit kan je bijvoorbeeld ook doen met hulp van je ouders. Er geldt een schenkingsvrijstelling voor een schenking tot een ton. Deze moet je dan wel aanwenden voor de eigen woning. Hierover hoef je dan geen schenkbelasting te betalen. Laat het huis door een bouwkundige beoordelen, zodat je weet wat je koopt. De resultaten hiervan komen in een bouwkundig rapport. Dit onderzoek is zeker belangrijk bij duidelijk zichtbare gebreken, zoals vochtproblemen in het huis, asbest of houtrot. Als je dit niet zelf onderzoekt of laat onderzoeken, dan is het lastig om later de verkoper hiervoor aansprakelijk te stellen. Sinds januari 2015 moeten alle huizen een definitief energielabel hebben als ze worden verkocht. Vraag daarom altijd naar het energielabel. Zo weet je of je huis energiezuinig is. In het koopcontract kun je bepaalde ontbindende voorwaarden laten opnemen. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn het rondkrijgen van de hypotheek, wachten tot je eigen huis verkocht is of een bouwtechnische keuring. Heb je je koopcontract getekend, dan heb je als koper nog 3 dagen de tijd om zonder reden onder het contract uit te komen. De verkoper heeft dit recht niet. De 3 dagen bedenktijd kan langer zijn als 2 van de 3 dagen of de laatste dag van de termijn, zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Veel succes bij de aankoop van je droomhuis. Heb je nog vragen? Laat een bericht achter in de comments of neem contact met mij op.